Hoog bezoek bij Madame Tussauds. Niemand minder dan de president van de Verenigde Staten, Donald Trump, staat hier in de tv-studio van het Wassenbeeldenmuseum. Ja, als stilstaand beeld zeker. Nou, kijk dan nog maar eens goed. Een acteur is maandenlang ingewerkt om de bewegingen van de president te imiteren. Een speciaal siliconen masker zorgt ervoor dat hij als twee druppels water lijkt op de echte Donald Trump. Het is voor het eerst dat er in Amsterdam met deze techniek wordt gewerkt en dat er een levend beeld in de attractie rondloopt. We werken voor het eerst met een siliconen masker en dat is door 9 mensen voor 2 maanden lang zijn ze ermee bezig geweest. Om elk detail zo goed mogelijk na te maken. En het is bijzonder te zien hoe realistisch het is en we zijn benieuwd naar de reacties van onze bezoekers. Trump hield niet alleen bij een bezoekje aan Madame Tussauds. Als hij dan toch in ons land is, gaat hij ook meteen helemaal los in de hoofdstad. Mr. Trump, good morning. It's Mr. Trump. And that's a very, very good guy to have in Amsterdam today. Is it a mask? I don't know. Het is voor het eerst dat we in Amsterdam met deze techniek werken en dat er dus een levend beeld hier rondloopt. It's cool. Yeah, it's cool. Yeah. Very? It's convincing. Yeah. Het is de president van Amerika, maar het blijft ook gewoon natuurlijk een toerist die Amsterdam onveilig wil maken. It's gonna be absolutely fantastic. The Dutch built this great, great monument, totally representing the size of my herring. It's fantastic. Hij heeft een haring gegeten, hij heeft een wafel geprobeerd, hij heeft souvenirs gekocht voor Melania en hij heeft een jointje gerookt. Hoe lang blijft hij nog? Hij blijft de eerste week van de kerstvakantie. Oh. Wie Donald Trump wil ontmoeten, kan in de kerstvakantie terecht bij Madame Tussauds. Trump zal in de periode van 21 tot en met 30 december kerstkaarten signeren. Natuurlijk onder het motto: Let's make Christmas great again. It's fantastic.